Yo, VacuGamers, Les hier. Welkom terug bij meer The Kingdom. Welkom hier op Tixa. En voordat ik ga beginnen, jongens, allereerst super bedankt voor alle groene duimpjes die jullie de afgelopen tijd hebben achtergelaten. Ik heb eens eventjes in mijn analytics zitten kijken. Afgelopen maand meer dan 100.000 groene duimpjes. Niet alleen op Kingdom, ook op andere video's. Super tof natuurlijk, hartstikke bedankt daarvoor. Dat is echt iets wat mij draaiende houdt, weet je wel. Als er lekker veel groene duimpjes zijn, dan heb ik zoiets van, hey, weet je, mensen vinden het leuk, laten we het vaker doen. Yay! Wat we ook vaker gaan doen, is richting Theros gaan. Tenminste, dat hoop ik maar één keertje te hoeven doen. Want ik ben nog steeds op zoek naar de ster van Flop of Plof, of hoe dat ding ook heten mag. Ik ben hier ondertussen in Tixa aangekomen. Tixa schijnt ondertussen ook grotendeels verlaten te zijn. Er is hier wel een kerkje, dat is heel fijn. Dan kan ik daar straks eventjes een dienst voor de heilige kip oprichten. Ik weet niet of dat hij dat leuk vindt hier. Auw, jongen, zo hoog. Ik weet niet of dat de heilige kip dat leuk vindt dat ik dat in een kerk in Tixa doe. Maar weet je, wat maakt het uit? Huh? Het is een kerk en hier kan je een grote dienst houden. Hé, hey, vriend. Kom je ook naar de kerkdienst over de heilige kip luisteren? Auw! Niet doen! Jij mag niet meer meedoen. Gemeenerd. Gemeen rotskelet. Het zit hier echt alleen maar vol met allerlei beesten hier. Dat is echt verschrikkelijk. Het stinkt hier allemaal naar zombies en naar skeletten en naar creepers en naar weet ik het allemaal. En ik ben hartstikke blij dat het licht is, want nou zijn ze eindelijk een beetje weg. Zo. Dan kan ik hier in de tussentijd mooi mijn dienst houden. Waarde gemeente, wat fijn dat u helemaal in uw eentje niet hier naar deze dienst bent gekomen. Oh, er is hier niemand. De hele kerkdienst niet. Wat is dat nou? Kom op. Als ik dit op Ad laat doen, dan zitten hele kerkbanken vol. En we hebben geen eens kerkbanken. Ik kan nagaan hoe vol dat dan allemaal zit. Hé, Tixianen, later hè. Wat ik eigenlijk wil doen hier, is de boel plunderen. Ik wil daarna doortrekken richting Malino. Dat is richting het noorden, als ik het goed heb. Het noorden of het noordoosten? Noord, waar is de zon? Zon daar. Die komt. Gaat hij eronder? Ja, gaat daaronder. Gaat hij op? Gaat hij nou op? Nee, hij gaat onder. Daar is dus het westen. Daar gaat de zon weg. En dan is daar het noorden. Dus moet ik straks die kant op. En dan kan ik hier mooi eventjes naar binnen wandelen. Want er is hier vast wel wat te eten te zoeken. Eten! Koning Lesje heeft honger. En Koning Lesje heeft alleen maar brood. Nam, 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 nam. Dat is niet zo lekker. Heeft hij nog wat anders ook? Oh, ik heb nog wortels ook, ja. Boreaanse wortels, meloenen en appels. Maar dat is niet genoeg. Ik wil meer eten, please. Eten. Zie je eten? Taart! Om, nam, 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 nam. Ik wil taart meenemen. Tixiaanse taart. Hier staat een bom op, dus die laat ik lekker liggen. Hier nog wat in. Oeh, beef. En porkchop. En kip! Rauwe kip. Ik ben van het kippenbevrijdingsleger, dus dat gaan we gauw eens even meenemen. Die is van mij. Oh my god, kip! Wat denken die gasten wel? Dat ze zomaar de kip mogen jatten? Dat is toch helemaal niet netjes? Je gaat toch geen kip opeten? Gekke Tixianen, dat doe je niet. Dat is niet netjes. Wat is dit? Paarden Central United hier. Ze hebben wel veel paarden. Dat is iets wat ik op Atla minder heb. Ik heb wel een paar paarden. Maar nog niet zo heel veel. Wat de frick is dit nou weer? Ik heb zoiets als ik hier... Oh nee, ik kan er wel doorheen. Ik dacht als ik hier doorheen ga, dan heb ik een probleem. Gevangenis. Uh-oh. Ik ben dus echt gewoon de gevangenis ingewandeld. Slim, Lars. Heel slim. Heel verstandig. Wat is dit allemaal? Dit zijn de kerkers, zo te zien. Ga open. Zie je nog wat in? Nee. Oh. Serieus, dat ik bijna opgesloten. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Ik ga hier niet naar binnen. Als ik er binnen ga, zit ik opgesloten. Dan kom ik er never nooit meer uit. Het is niet slim, Lars, om zomaar de gevangenis binnen te wandelen. Niet handig. Blijf daar maar weg. Blijf maar gewoon weg uit de gevangenis. Wat is dit nou weer, jongens? Dit gaat wel een heel stuk naar beneden. Ik ga gewoon even koekloeren. Er is hier toch niemand, dus ik kan lekker naar beneden wandelen. Lalalala. Wel mijn zwaard in mijn hand, dat is wel belangrijk. Zodat te pakken ze me, dan moet ik me wel kunnen verdedigen. Even kijken, wat is dit nou allemaal, jongens? Wat is dit? Is dit een Tixiaanse versie van een beacon of zo? Konden ze de rest niet betalen of wat? Wat de frick is dit nou weer? Ik wil dit ook helemaal niet weten. Wat doe ik hier? Ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet gewoon richting Theros. Dat is mijn doel voor vandaag. Kom op, Lars. Laat jezelf even niet afleiden, Babkees. Ik weet dat het allemaal hartstikke mooi is. Allemaal hartstikke glimmend. Allemaal heel fijn. Maar je moet gewoon even wegblijven van dingen waar je niks te zoeken hebt. Hier was de gevangenis. Daar is de uitgang. En dan wordt het nog donker ook. Great. Ik moet weg hier. En zo gauw mogelijk. Kan ik je even een paardje lenen hier? Als dat toch is. Hallo, paardjes. Mag ik jullie lenen? Maar vast wel, hè? Jij bent cool. Jij bent zwart. Een zwart paard.
paard van brons. Het is een gouden paard. Goeie grap. Koning Colin. Oh, hoi koning Colin. Wat staat u daar in uw stal te doen, jongen? Ik wist dat je op een beetje op een paard leek. En dat je ook af en toe stonk als een paard, koning Colin. Maar dat je een eigen box hebt, dat vind ik dan wel aardig. Dat is wel cool. Ik kan koning Colin zijn paard meenemen. Of koning Colin zelf. Zal ik gewoon dit paard nemen en hem koning Colin nemen? Of koning Colin noemen? Dan pak ik het uit, hij is er toch niet. Hij is er toch... Nee, maar dat gaat opvallen. Als ik nou in één keer in Theros aankom met het paard van koning Colin, dan heb ik een probleem. Dus dat is niet goed. Even denken. Zijn er nog meer paarden hier? Eentje die niet gemist wordt. Een paard dat niet gemist wordt. Hier is niks. Hier nog in. Een zadel. Ja, graag. Geef me mee. Dankjewel. Die kan ik goed gebruiken. Dit is het paard van... Viteer. Yo, ik ga geen paarden jatten van iemand hier. Als we een paarden missen, dan komen ze met massaal achter me aan. Ik neem deze mee. Fuck it. Hoi, Mr. Ezel. Kom op. Ik ben gewoon een dik trom op dit moment. Ik zit alleen niet achterstevoren op een ezel. Kom op, Lush. Die kant op en we gaan richting het noorden. Dat is die kant. Ja, ezeltje, dat is die kant op. Je hebt helemaal gelijk. Ik dacht, we gaan via de troonzaal. Gewoon omdat het leuk is. Gewoon omdat het leuk is. Ze hebben waarschijnlijk er nooit een paard toegelaten. Kom op, paard. Ga die kant op. Of ezel, wat je ook bent. Dit is een ezel, toch? Hij heeft zulke lange oren, dan is het een ezel. Dat had ik een tijdje geleden van jullie geleerd. Dus het is gewoon een ezeltje. Kan je hier wel door, jongen? Hij lekt trouwens als de malle met die ezel. Not cool. Kan je er door, ezeltje? Please? Ezel? Ezel kan er niet door. Oh. Moet je hier achterlaten. Sorry. Het was een heel gezellig ritje. Het was een heel gezellig ritje. Nou mag je dood. Doei. Oh my god. Ezel zat in de fik. Oh. Het is eigenlijk best zielig. Eigenlijk best zielig dat ik die ezel afgemaakt heb. Oh, dat beestje heeft er ook niet om gevraagd. Dat is zielig. Is dit de Tixiaanse hoofdstad of wat? Ziet er wel zo uit namelijk. Hé, hey, kijk eens eventjes. Ik zie goud en ik zie diamanten. Holy shit, wat is dit nou weer? Is dit... Dit is de troonzaal, wacht eventjes. Dit is de troonzaal van koning Colin. Koning Colin! Ouwe lelijkert, ik ben er. En ik ga op je troon piezen. Waarom heb je dit erop zitten, koning Colin? Waarom staat dit erop als je hierop zit? Gaat dat dan niet in je hol? Zo, ik zit gewoon op de troon van koning Colin. Best wel baas, ik ben vanaf nu de koning van Tixa. Claim ik Tixa en dan hebben we gewoon... hebben we Atla, we hebben Eiland, we hebben Krax en we hebben Tixa. En ik kan trouwens ook nog Kali claimen, want Kali is blijkbaar ook verlaten. Dan heb ik gewoon echt het grootste kingdom van allemaal. Dat zou best wel baas zijn. Wat is dit? Dit zijn allemaal hok. Dat moet ik helemaal niet zijn. Ik moet gewoon dingen doen die ik moet doen. Kom op, luister eventjes niet. Die kant op. Daar is een haven. En als ik een haven kan vinden, dan kom ik waarschijnlijk ook wel richting Malino uit. Maar dat is ook die kant op. En dan weet ik alleen niet of dat het nou zo slim is om richting Malino te gaan. Want Malino, ik ben daar nooit geweest. Ben ik ooit eens een keer in Malino geweest? Ik had me niet herinneren namelijk. Ik heb koning Milan wel ooit eens een keertje bij mij op mijn kingdom gezien. Dat was toen, wat was dat toen, joh? Oh ja, dat was toen met Kiep. Dat Kiep gestolen was, weet jullie nog? Dat interactieve videodinggeval. Dat was de enige keer dat ik koning Milan echt gesproken heb. Dus ik hoop dat hij me nog kent. Daar is een tunnel. Dat is allemaal heel leuk. Laten we de tunnel nemen. Gewoon omdat het makkelijk is. Hier is ook weer een Duits. Ze hebben hier ook last van Duitse creepers. Dat is best wel balen. Voor hen dan. Oké, wacht eventjes. Aankomt Vissersdorp. Vertrek Vissersdorp. Knooppunt Entropia en Malino. Wacht eventjes. Als dat zo is, dan neem ik een minecar mee. Zeker nog, ik neem er twee mee, want dat gaat ongetwijfeld fout. Knooppunt van Entropia en Malino. Maar Entropia ligt er helemaal niet in de buurt. Waarom maken ze een knooppunt? Holy shit, zeg, wat een lange weg. Damn. Dat moet ik dus eventjes helemaal afgelopen, want ik vertrouw die karretjes niet. Hopelijk is het niet al te ver. Als het wel ver is, heb ik een probleem namelijk. Ja, het is wel ver. Laten we een karretje nemen. Hup, go. Yay. We zitten in een karretje. We rijden lekker heen en weer. Geen idee waar ik uitkom. Komen we gauw genoeg achter. Hallo. Karretje.
Waar de fuck gaan we heen? We gaan helemaal de verkeerde kant. Wacht eventjes. Ho, stop. Ho, oh, stop. Laat me eruit. Laat me eruit. Oh, hey. Karretje komt terug. Nou, dat karretje gaat richting Entropia. Dat is ook lekker. Ik ga helemaal de verkeerde kant op, man. Ik ga helemaal scheef. Ik ga richting het zuiden. Ik ga helemaal niet naar het noorden. Ik moet die kant op. Oh my god. Wat is dit dan weer voor handige actie, Lars? Zo, rijden. Kom. Gaan we die kant op. Waarom ga ik richting het zuiden als ik naar Molino moet? Molino ligt in het freaking noorden. Niet in het zuiden. Come on. Ik weet dat het heel moeilijk is links en rechts, Lars. Maar kom op. Het zuiden en het noorden moeten we wel uit elkaar kunnen houden. Als je dat niet kan, dan vind ik dat je klappen moet krijgen. Harde klappen op de blote billetjes. Oh. Ja, daar zijn we hier weer. Oh, nou, dat was interessant. Knooppunt Entropia en Molino. Zou het kunnen... Oh, wacht eventjes. Ik denk dat het een vertrekpunt vanuit Entropia en vanuit Molino is. Niet naar Molino. Dus dat betekent dat ik gewoon zelf naar Molino moet wandelen. Oh, lekker weer. Oh, het zal ook eens een keertje niet zo zijn, hè. Het is ook altijd vervelend hier. Huh? Wat? Ik hoor een koe. Moe. Koetje boe, koetje boe, koetje boe, 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 boe. Dan moet ik gewoon die kant op dus. Dit is het oosten, dan moet ik zo meteen bij de haven moet ik richting het noorden. En als ik hier toch ben, dan neem ik meteen eventjes een beetje weed mee. Ben er nou toch. Hashtag mag ik vast wel lenen. Zo, dat heeft niemand van Tixa gezien. Ze zijn er toch niet. Dan heb ik in ieder geval een beetje weed. Ja, mocht mijn brood opraken, dan kan ik weer nieuwe brood maken. Dat is wel belangrijk. Oké, nou richting het noorden. Kom op. Je kan dit, Lars. Je kan dit. Gewoon richting Molino. Dat is alsmaar die kant op. Gewoon lekker doorlopen. Paco Gamers, ik ga richting Molino. Het is gewoon een stuk die kant op. En ik zie vanzelf al wanneer ik eraan kom of niet. Vergeten jullie in de tussentijd niet om een goed duimpje te doen. Het gaat de afgelopen tijd super lekker met groene duimpjes. Dus hou dat er lekker in. Het stimuleert me echt superveel om lekker Kingdom afleveringen voor jullie te maken. Dus daar ga ik ook vrolijk mee door. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet het groene duimpje niet zoals ik zei. En ik zie jullie binnenkort weer terug. Hier bij de Kingdom. En dan gaan we onderweg richting Molino. Mazzel!